Guus Simon startte vijf jaar geleden vanuit het niets een bedrijf dat testproducten maakt om virussen op te sporen in het menselijk lichaam. Dankzij leningen, subsidies en geld van externe aandeelhouders kon hij in de eerste jaren het hoofd boven water houden. Uh, ja, de eerste 2,5 jaar verkoop je als het ware niks. Um, en De laatste twee jaar zijn we aan het verkopen. En uh, ja, dankzij de Mexicaanse griep heeft dat onze sales een behoorlijke sales gekregen. Want onlangs hebben we een heel grote order gekregen uit, uh, uit Mexico City. Voor het leveren namelijk van een product, om het aantonen namelijk, van de Mexicaanse griep. En dat was voor ons een zeer grote order. We hebben daar 5000 testen verkocht aan een ziekenhuis in, in Mexico-Stad. Ja. En dan hebben we het over tonnen? Dan hebt u het over tonnen, ja. En dat ligt nu in deze diepvries? In deze diepvries kunt u zeggen dat hier zeker voor bijna een half miljoen zit hier gewoonweg in. In al deze verschillende laden. Simons heeft voordat hij ondernemer was, jaren voor andere bedrijven gewerkt. Samen met zijn studies is dat de voedingsbodem voor zijn huidige succes. De basis van onze product is namelijk een unieke technologie. Een unieke DNA-technologie, waarbij we in staat zijn om heel gevoelig een groot aantal micro-organismen gelijktijdig aan te kunnen tonen. En dat is als het ware een unieke vondst. En dat is onze de basis van ons bedrijf, namelijk een stuk technologieplatform, waarbij we dat heel efficiënt kunnen doen. En andere bedrijven hebben dat niet. Het zelfstandig ondernemerschap bevalt Simons zeer goed. De belangrijkste reden is als het ware dat je toch een stuk, ja, een stuk vrijheid zoekt in, uh, in je denken en in je handelen. En ik denk dat je dat het beste kunt, namelijk door zelfstandig ondernemer te zijn, door het risico te nemen, maar tegelijkertijd ook de verantwoordelijkheid te nemen. En dat, is, uh, ja, dat geeft veel bevrediging. Toch was het zaken doen niet altijd makkelijk, met name in het begin. Ja, Het dieptepunt dat ligt eigenlijk helemaal in het begin namelijk, van het ondernemerschap. Het is namelijk dat je geld nodig hebt. En het heeft me ongeveer een jaar geduurd voordat ik de financiering van mijn bedrijf rond had. In die tijd had ik al mijn ontslag genomen. En dan heb je natuurlijk al even een moeilijke periode. Want je hebt geen inkomsten en je wil toch niet terug naar je vroegere baas. Nee, je wilt je eigen idee, je eigen concept dat je hebt. Dat wil je namelijk ontwikkelen en dat wil je gewoon in de markt zetten.